Goedemorgen allemaal, het is alweer vlog nummer 76, ja. Het is een beetje weer even een andere omgeving, het is mijn slaapkamer, ja, niet zo echt heel boeiend. Nee, het is nu 9:03, mijn camera die zou wat anders, maar oké, maakt niet uit. Ik heb op dit moment mijn mannetje aan de telefoon, maar oké, maakt even niet uit. Maar, ik heb een pakketje gekregen, ja. Dus die ga ik even uitpakken en dan kom ik weer bij jullie terug. Ja, het is een heel mooi koffertje. Ja, ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien. Dan ga ik hem openmaken. Ik moet hem nu even vasthouden. Ik weet al wat het is. En ook al heb ik het nog niet gezien, maar ik heb het al wel op de afbeeldingen gezien dat ik hem kocht. En als mijn mannetje een beetje goed nadenkt, dan weet hij het ook wel. Ja! Ja, joepie! Alles zit erbij! Ik ben blij! Nou, dit gaan we eventjes helemaal bestuderen hoe en de wat. En dan gaan we weer ook andere leuke beelden maken. Doe een blauw duimpje omhoog als je dit leuk vindt. Met een GoPro. Joepie! Goedemorgen allemaal weer. Het is nu net 10:30 geweest. Ja, zoals jullie net hebben kunnen zien, hebben wij dus een GoPro. Ja, die hebben we besteld bij de Wish. Ik eigenlijk. Hij niet. Ik. Ja. Dus daar moeten we nou niet naar kijken. We moeten naar mij toe kijken. Ja. Ik zal jullie eventjes wat laten zien hoe het een en het ander alvast werkt. Ik zal eventjes weer wat even terugzetten in het oude dingetje. Zodat ik even helemaal kan laten zien hoe je ook dingen moet losmaken als je ook zoiets gaat bestellen. Ik zal sowieso de link onder inzetten van mijn beschrijving. En dan gaan we nou beginnen. Hij wordt dus, ik heb een beetje alles een beetje overhoop. Maar ik zal even mijn box even omhoog doen. Je krijgt alles erin. Ja, val. Maar dat maakt niet uit. Ik zal hem even demonstreren. Ja. Kijk, je krijgt alles dus erin. Voor het geldbedrag van 25 euro. Heb je echt alles. Deze heb ik ook zo meteen even nodig. Dus die leg ik even daar neer. Wat krijg je er eigenlijk allemaal bij? Je krijgt de oplader erbij. Kijk, die heb ik gelijk eruit. En dan hebben we het snoertje ook nog ergens. Ja. Kijk, haal ik alles eruit. Want mijn vinkje wil alles geordend hebben. Ik even nou lekker niet. Die lekker weg. Kabeltjes erbij. Kijk, hartstikke idee. We krijgen kabeltjes erbij. Dus kunnen we het ook opladen. Erg handig, moet ik zeggen. Heel erg handig. Top. Een extra klepje. Want daar heb je al een klepje. Maar stel, die gaat kapot, heb je een tweede. Een reserve. Ideaal, moet ik zeggen. Deze weten nog niet waar die voor dient. Deze weet ook nog niet waar die voor dient. Daar komen we nog later op terug. Dan hebben we hier een hele mooi beschrijvingsboekje. Ja, dus in het Engels en nog in een andere taal. Moet ik even kijken welke taal dat is. Wel handig om dat ook erbij te vermelden. Chinees. Ja, Chinees. En dan hebben we Engels. Ja, dus twee talen. Dus geen Nederlands voor de mensen die Nederlands willen weten. Nee. En dan hebben we allemaal kleine... dan moet je echt gaan turen, want anders begrijp je het toch nog niet. Daarom maak ik ook een kleine filmpje voor jullie. Dus, die gaan we eventjes aan de kant doen. Dan ga ik even dit laten zien hoe je deze open moet maken. En als je hem dus aan de broekriem wilt doen en als je hem aan je stuur wilt doen van je step of van je fiets of... van je booster of wat dan ook. Dus daar gaan we eigenlijk even mee bezig. Ja, daar gaan we even mee bezig. Nou, we hebben hier dus de GoPro. Zo wordt die ook dus geleverd in het bakje. Ik was vanochtend heel lang bezig om hem eigenlijk zo open te krijgen. Nee. Er zit dus hier een heel klein, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ja, hier al. Daar moet je eigenlijk naartoe duwen. En dan gaat hij eigenlijk, moet ik het wel goed zeggen, moet je hem zo doen. Eigenlijk vanaf de camerakant eigenlijk omhoog wippen. Kijk, ga ik hem even vanaf de bovenkant doen.
Ga je hier op pakken. En zo open. En dan is hij open. En dan doe je open. En hartstikke D. Je kan de GoPro eruit halen. En dan heb je dus een leeg bakje. Dan zou je denken van, hé, maar waarom zijn die knopjes... Kijk, er zit een knopje aan de voorkant. Aan de bovenkant. En zoals je ziet, aan de zijkant. Nou, zal ik je laten zien. Hier is een knopje. Hier zijn knopjes. En aan de voorkant is een knopje. Dus daar dienen deze dus ook voor. Dat is wel ideaal. Als die dus in het bakje zit. En het is ook gewoon waterproof. Dus je kan hem ook gebruiken in de regen, in de sneeuw. Geen probleem. Hij wordt niet nat. Ik heb hem nog niet zelf uitgeprobeerd. Dus dat weet ik ook niet of het zo is. Maar de beschrijving zegt het. Het is waterproof. Want we kunnen hem ook voor hoeveel? 30 meter onder water. 30 meter. Toch schat? 30 meter staat er. Waterproof. Kijk, waterrestart 30 m. Ja, dat is dus 30 meter. Mijn vent die is nog niet wakker. Dus laten we hem ook maar niet zoveel vragen. Want daar wordt hij niet zo vrolijk van. Nee. Volgende onderwerp. Voor de broekriem. Als je dus gaat canicrossen of gaat lopen. Of weet ik veel wat. Of je gaat op de fiets. Nou ja, fiets. Lijkt me niet handig. Maar of je gaat de bus in, tram in. En je hebt geen zin om de hele camera mee te gaan nemen. Dan heb je altijd nog dit. Ja. Waarschijnlijk heb je dan deze voor nodig. Maar dat weet ik nog niet helemaal zeker. Dat ga ik lekker op YouTube gaan kijken hoe dat verder werkt. En dan ga ik daar weer een vlogje over maken vanzelf. Ja. Maar gaan we eerst dit doen. Deze. Dus deze kant. Ik had hem dus net al fout hoor. Want ik deed dus nu net deze. Zo. Ah. Fout. Zo. Met de camera naar voren. Gaan hem zo erin schuiven. En hij zit vast. Kijk. Hij kan ook zo. Hij zit gewoon vast. Ja. Maar dan hebben we ook nog een heel mooi ander clipje. Kijk. Een haaienbekje. Haaientrambek. Vind ik leuk. Want hierachter zit dus, wat jullie ook zien. Hier. Twee gleufjes. Daar kan deze dus doorheen. Hé, hey, dat is interessant. Ja, dat is heel erg interessant. Kijk. En dan kun je hem dus... Doe ik eventjes op mijn trui dan. Maakt niet heel veel uit. Ja, op mijn trui. Wat leuk. Leuke demonstratie. Kijk. Dan zit het dus eigenlijk zo. Maar dan moet je wel... kijk, hij gaat nu hangen. Maar als je hem dus aan je broek doet... Dan zit hij dus eigenlijk... Ja, dat kan ik wel even goed doen. Zo, en dan moet je hem ook dus nog eventjes, weet ik veel wat. Maar zo kun je hem dus meenemen. Ja, ideaal vind ik het eigenlijk. Maar ja, hoe je hem dan eigenlijk weer verder moet gaan vast moet maken, dat is nog weer iets wat ik weer verder moet gaan bestuderen voor jullie. Maar dat komt helemaal goed. Wat je er nog meer bij krijgt, ja... Dat is dus een doekje met 4 tie-rips. Ja. Met ook nog allemaal van deze kleine dingetjes. 1, 2, 3, 4, 5, ja. 6 accessoires. Ja. Maar ik wil jullie ook nog laten zien wat je moet hebben voor als je hem aan de fiets wil doen. Dan gaat deze sowieso er weer vanaf. Sowieso. Ja. Dan ga je hem hier weer in doen. Er weer in doen. Ja. Precies. Gaan we hem er weer mooi in doen. Voorzichtig en wel. Moet ik zelf ook weer even snuffelen. Kijken hoe dat ook weer was. Want je hebt ook deze. En ik was al net een beetje van, hoe moet dat erin? Want ik had zoiets van, hé, dit, zo, nee. Je stuur die zit toch nooit zo? Nee, die zit zo. Hihi, grapje. Ja, heel erg grappig. Dus, hebben we deze nodig. Sowieso. Ik ga even zoeken. De grote. Maar niet de kleine. Nee. En de grote. Ja, ik zal hem ook weer even eruit halen voor jullie. Zien jullie even iets meer.
Dit wordt een heel lange vlog. Dat maakt niet uit. Eens een keer. Het is allemaal weer voor jullie. Dat we het weer demonstreren. Dat ik het demonstreer, want die is niet wakker. En die heeft zoiets van laat me lekker met rust. Want ik wil er niet op. Nou, dan moet je maar lekker ergens anders gaan zitten. Ja. Oh, toch wel. Ja. Oh, hij praat. Hé, hey, ja. Joehoe. Het praat. Mooi. Dan als je hem dus op je fiets wil zetten. Dan haal je deze dus ervan af. Dat is heel makkelijk. Je draait hem los. Ik zeg wel, het is allemaal zo lekker makkelijk. Maar ik had zelfs net moeite met om te kijken hoe het werkt. Ik zal hem voor jullie wel even demonstreren hoe het moet. Ja. Leuk. Dat is grappig. Als ik iets wil laten zien. En dat pleurt allemaal uit elkaar. Ja, heel slim. Nat. Nee, dat is niet slim van mij. Nee. Nee, dat is niet slim. Nee, dan moet hij er wel in gaan. Ja, dan wil ik dat nu precies doen als jullie mij mee zitten te kijken. Hè? Lekker slim van mij. Niet. Ja. En dan dat doe ik het lekker zo. Straks. Mooi, doe ik het lekker zo. Zometeen, dat vind ik leuk. Ja, moet ik even weer kijken. Oké, ja. Ik heb dus nu deze. Dan gaan we met deze. Stel, hij zit nu zo op de fiets. Ja, dit ding. Hij zit al vast op de fiets, oké? Okay? Ja? Dan moet ik even kijken hoe we dat gaan doen. Hoe we dat gaan maken. Nou, daar zijn we weer. Ja, ik ben er weer. Ik. Hij zit daar. Voor de PC. Voor de PC. Ja, ik ga nu nog eventjes laten zien hoe je dus met de fietsdingen moet. Ja, de fietsdingen. Ja, Niet helemaal correct Nederlands, maar oké, dat maakt helemaal niet uit. Verder maakt helemaal niet uit. Maar nou moet hij het wel doen wat ik wil. Ja. Oké, we gaan door. We waren gebleven bij het volgende. De fiets. Als je hem dus op de fiets of op je step wil gaan demonteren, doe je eerst deze erop. Dus deze gaat zo, niet zo, maar zo. Als je dus je fiets zo hebt, dan doe je hem inderdaad zo. De stang zo. Heb je deze, die gaat hier ook ertussen. Kijk, hier hebben we die. Ik weet niet hoe ik het moet laten zien. Hier. Dan gaat deze ertussen. Zo. En dan pak ik eventjes een andere kleine, want deze hebben we ook. En dan pakken we dus, daar houden ze weer even dat ding van. Ja, voordat weer wat fout gaat. Ik heb mezelf een beetje. Dan gaat deze dus hier doorheen. Ja. En we dus even vastdraaien. Zo, die hebben we nu vast. Kijk, dat zien we ook. Dan halen we deze dus nou los. Ik vond het een beetje eng. Maar dat maakt niet uit. En dan doen we dus deze erop. Ik wil even niet wat ik gelijk wil. Maar dat maakt niet uit, geeft niet. We komen er wel. Met behulp van jullie, zullen we maar zeggen. En dan gaan we gewoon weer draaien. En dan zit hij dus gewoon straks vast. Hoop ik. Ja, en dan zit hij dus vast. En dan zit hij dus zo aan je stuur. En dan doe ik hem even aan. Ik heb dus nog geen kaartje of wat dan ook erin. Even kijken welke ik weer moet hebben. Volgens mij de voorste. Ja. Gaat de voorste aan en dan is hij aan. Ja. Ik weet niet of jullie nou mij kunnen zien. Ja, kijk. Dat is grappig. Dat ben ik dus. Het is niet heel erg helder nu, maar dan weten jullie wel ongeveer wat jullie zien.
Ja. Dat is gewoon leuk. En hoe je hem dus op moet laden, is ook heel makkelijk eigenlijk. Ik doe hem gewoon weer uit aan deze kant, knopje. En dan gaat hij uit. En dan ga ik hem even demonstreren hoe hij dus aan de oplader moet. Ik had hem dus net al even aan de oplader. Ja, ik had hem dus net al aan de oplader. Grappig. Deze kant zitten dus ook allemaal gleufjes. En dan heb je dus een SD-kaart om dus voor je geheugen. En dan een dikkere. Dit is dus eigenlijk voor een Samsung-oplader. Dus dat is wel makkelijk. En dan is het dus met de USB-kabel dingetje. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Of dat ik het. Ja. Met dat ding. Dan moet dus eigenlijk en richting de achterkant van deze. Dus niet naar de voorkant, maar naar de achterkant. Dus dat is ook wel fijn om dat te weten. Dus met dat logootje moet je dus naar de achterkant. En dan de bovenste. En dan gewoon de USB hier in. Gewoon, net zoals normaal, gewoon de USB en dan aan de oplader. Dat is het eigenlijk. En voor de rest weet ik ook nog niet hoe het werkt. Weten jullie het wel? Laat het even onderin weten. Zodat wij het ook weer misschien weer wat beter weten. En wij gaan even wat beter ook weer voor de andere dingen opzoeken hoe het werkt. En dan krijgen jullie daar ook weer bericht over. Ik zou zeggen, top. Gewoon halen bij Wish. Ja, nou daar was ik dan alweer. Ja, het is nu alweer 3:15. Ja. Maar deze vlog is al lekker lang. En ik sluit al in principe bij deze vlog weer af. Dus ik zou zeggen, voor deze video nou interessant en handig om dingen te weten, doe dan vooral een blauw duimpje omhoog. Abonneer even op ons kanaal. En doe het belletje aan, want dan blijf je op de hoogte. Dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer maar weer.